L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Na de mini-koningskwestie, uitgelokt door de weigering van koning Boudewijn om zijn handtekening te zetten onder een wet die abortus binnen de eerste 12 weken van de zwangerschap toelaat, is het opnieuw de vraag of het staatshoofd hier niet zijn boekje te buiten is gegaan en zich hiermee geen expliciete kritiek veroorlooft op zowel regering als parlement. Premier Martens staat in ieder geval achter de toespraak. Vanzelfsprekend heb ik mijn fiat gegeven, daarvoor draag ik daarvoor de politieke verantwoordelijkheid. Het is de traditie dat de eerste minister voor dit type van toespraken zelf de verantwoordelijkheid neemt. Maar ik denk dat ik perfect het gevoel van de ganse regering heb vertaald. U vreest geen moeilijkheden, met name met de PS, die ook in de mini-koningskwestie bezwaren had geuit tegen het optreden van de koning? Nee, ik denk dat ook de PS deze verklaring van de UNO volkomen aanvaardt. Maar ik geloof dat er geen enkele tegenstelling hoeft te bestaan en kan bestaan tussen het herhaaldelijk bevestigen van het beginsel dat in de verklaring van de UNO voorkomt en dan de vertaling daarvan in wetgevingen die onder meer betrekking hebben op de vraag of en in welke voorwaarden een abortusregeling aanvaardbaar is. Geen tegenstelling dus tussen de principiële bescherming van het ongeboren leven, voorzien in de UNO-tekst, en de Belgische uitzondering die erop wordt gemaakt de eerste 12 weken van de zwangerschap. Toch wil Martens verder werk maken van een beperking van de koninklijke bevoegdheden en de herziening van artikel 69 van de grondwet. Daar werd door diverse partijen in de koninklijke abortusrel op aangedrongen. Ik denk dat de consensus groeit of bestaat om dat bepaalde artikel uit de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Er is nog geen volledige consensus over de inhoud daarvan. Maar de premier maakt zich sterk dat hij daarover zowel met de regeringspartij als met de oppositie een akkoord kan bereiken. Nog tijdens de legislatuur van Martens VIII. Volgens mij is het haalbaar, ja.